steeds notenboom jaloers op WF Hermans. Hij heeft net die zomergasten gehad. Zijn naam lag op ieders lippen. Hermans is niet meer dan een mug van Notenboom. Als je ziet hoe groot hij in Duitsland is. Wat hij voor Berlijn betekend heeft. Voor de stad Berlijn betekend heeft. Dat kent zijn weerga in de hele Nederlandse literatuur niet. Hij heeft die stad weer op de kaart gezet. Je moet je niet vergissen dat Berlijn door die muur enorm teruggevallen was. Het was een soort Gerardsbergen geworden. Oost- en West-Gerardsbergen. En ik heb hier een foto. En daar kan je zo duidelijk op zien de relatie Berlijn-Sees. Wat hij dus eigenlijk gedaan heeft om die stad weer groot te maken. Want je moet je niet vergissen, de oorlog heeft er natuurlijk in Berlijn ook ingehakt. En hij is gewoon de man geweest die Berlijn uit dat wak getild heeft. En ik heb hier een foto. Ik kan hem nou even niet vinden. Maar daar staat het heel duidelijk op wat hij voor Berlijn gedaan heeft. Heel duidelijk. Berlijn, dat is geen stad voor een muur. Dat heeft Sees altijd heel, heel goed in de gaten gehad. Kijk, Jeruzalem, dat is een stad voor een muur. Dat is een klaagstad. Als er één stad is die een notenboom nodig heeft, dan is het naar mijn idee Jeruzalem. Er is één foto die precies laat zien. Nee, wacht even, dat is hem ook niet. Hoe kan dat nou? Nou ja, er is ook ongelooflijk veel gerestaureerd en herbouwd natuurlijk in Berlijn. Je kent Berlijn niet meer. Dat is het goede van Sees. Die weet precies nog alle plekken terug te vinden waar het zich afgespeeld heeft. Dat is zo razend knap. En daarom is de Berlijner ook gewoon dol op Sees. Nee, het is echt geen toeval dat zijn Berliner Notitie de prijs van de 3 oktober heeft gekregen. Dat is namelijk de dag van de Duitse hereniging. En het is ook echt niet toevallig dat de 3 oktober precies één dag voor Werelddierendag is. Het is natuurlijk niet louter en alleen aan Sees te danken dat de twee Duitslanden weer on speaking terms zijn. En Sees zal de eerste zijn om dat toe te geven. Maar zijn opmerking over die muur, hè, dat een architectonisch gedrocht was. Ja, dat was zo raak. Dat heeft de Duitsers in die tijd zo verschrikkelijk aan denken gezet. En daarmee is als het ware toch het zaad voor de hereniging gezaaid. Ja, kijk, dat is die foto. Zie je het? Dat is die foto die ik bedoel. Zie je die puinhoop? Ja, dat is Berlijn. En zie je die postbode? Dat is Sees. Ja, het is hem natuurlijk niet, maar ik bedoel figuurlijk. Kijk, Sees is gewoon in staat om te midden van die puinhoop, te midden van die ruïne, zijn werk te blijven doen. Zijn post bij de mensen te blijven bezorgen. Adres, onbekend of niet. En in alle bescheidenheid, hè? Ik bedoel, waarom denk je dat hij anders in Duitsland geliefd is? Duitsers houden van bescheiden mensen. Dat is een sterke punt. Thuis, schrijven, je werk doen. Kijk, iemand met een grote fantasie, zoals hij, die hoeft niet te reizen. Die kan gewoon thuis, achter zijn schrijfmachine, zijn werk doen, groot auteur worden. Groot auteur erg geliefd in Duitsland.